via natural horsemanship onze paarden trainen. En dat is een systeem dat je zegt van de paarden hebben een vrije keuze. Dus de paarden worden niet gedwongen. En doordat ze niet gedwongen worden, kunnen we heel goed hun lichaamstaal aflezen. En paarden zijn heel erg open en eerlijk. Die leven in het nu. Dus die reageren op alles wat nu gebeurt en wat ze zien. Dus stel je hebt non-verbale kinderen, dan kan je aan een paard aflezen wat in het kind omgaat en wat het kind op dat moment wil. Of het kind actief is, rustig of snel. Dus het is eigenlijk uit natural horsemanship ontstaan dat we dachten, goh, dit kunnen wij met onze paarden. Wat kunnen we nu toevoegen? En toen hadden we zoiets, ja, mensen met beperkingen, die hebben natuurlijk al niet zo heel veel vrije tijdsbesteding. Vandaar dat we dus hebben gezegd van, kom bij ons en we brengen jullie in contact met paarden. En hopelijk heeft het een therapeutische waarde. Ja, altijd. De autistische kinderen gaan vaker makkelijker praten. Het zelfvertrouwen is opgebouwd. Een paard heeft een driedimensionale beweging. Dus vooruit en zijwaarts tegelijk. En dat maakt oxytocine en serotonine los. En dat stimuleert leren, dat stimuleert happy voelen, stimuleert het hele welzijn van een persoon. Dus dat doen de paarden.